hebben we vandaag weer een nieuwe video. En zoals jullie waarschijnlijk al kunnen zien, Spirit is in het spel. Ja, ik vind het echt leuk. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Maar ik heb niet Spirit Riding Free of zo gezien. Ik heb die andere film, ik weet niet. Cinnamons, dat. Maar oké, laten we dit even gaan lezen en meteen beginnen. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. En we hebben bijna de 10.000 abonnees. En oh my god, dat zijn er zoveel. Oh. Ja, ik vind het echt heel cool. Oké, laten we beginnen. Spirit is in Jorvik aangekomen en binnenkort kun jij en je vrienden missies doen met Spirit. Als je genoeg missies voltooid en de reputatie bewonderd krijgt bij Spirit, dan wordt hij jouw paard. Oh, dat vind ik zo cool. Ik wil wel even alles lezen, want dan weet ik alles over Spirit. Spirit verschijnt elke uur op het hele uur op een nieuwe plek in Jorvik. Dus hij is er altijd. Maar om het uur gaat hij ergens anders heen. Als je hem vindt, heeft hij een missie waarmee je hem moet helpen. Spirit gaat steeds weer naar een andere plek in Jorvik. Dus vraag hulp van je vriendinnen om hem te vinden. Spirit is elke dag op pad tussen 8 uur en 21 uur. Ik ben niet goed in tijden, dus ja, dat. Je vindt Tori en Sally, ik weet niet of ik het goed uitspreek, in Fort Pinta. Ze zijn al van kinds af aan fans van Spirit en verkopen kleding en spullen met een Spirit thema. Ik ook hoor, sinds ik Spirit heb gezien die film, ik vind het echt cool. Ik kan geen genoeg van die film krijgen. Oké, ik ben helemaal blij. Bij hen kun je een speciale appel kopen om aan Spirit te geven. Zodat hij bij je blijft en jouw paard wordt. Oh, ik ga meteen 20 appels kopen of zo. Oh. Als Spirit je aardig genoeg vindt, kun je een Miradero appel voor hem kopen. En aan hem geven zodat hij bij je blijft en jouw paard wordt. Je kunt de Miradero appel kopen bij Sally in Fort Pinta. Spirit is nog steeds een wild paard en wil niet worden gehinderd door spullen om zijn lijf. Je kunt geen paardentuig bij Spirit omdoen, vind ik niet zo erg. Vrienden worden met Spirit. Bereik het reputatieniveau bewonderd bij Spirit door missies voor hem te voltooien. Koop de Mirado-appel bij Sally in Fort Pinta. Geef de Miradero-appel aan Spirit. Spirit is nu jouw paard en nu kun jij op hem rijden. Alleen, die appel is een beetje duur. Maar ik ga hem wel kopen. Ik vind die nieuwe paarden die er zijn, die IJslander en die Morgan en die Fries, vind ik heel cool. Maar ik ben blij dat ik nog niet genoeg Starcoins had, anders had ik die nu gekocht. En had ik heel lang moeten wachten voor Spirit. Dus ik ga niks uitgeven, ik ga voor Spirit sparen. En later een keer voor die Fries, want ik vind die zo mooi. Ja, van Riding Free. Oké, nou ja, laten we maar even gaan zoeken. Ik ben heel benieuwd. Laten we maar naar... Ik wil eerst een ander paard. Ik ga mijn Mustang nemen. Valkje. Ja, en mijn homestable is Figgrove. Ik had mijn homestable al gemaakt voordat het vernieuwd werd. Maar toen werd het opeens volgende week vernieuwd. Dus, ja. Ik heb echt heel erg veel spullen in mijn rugzak. Eerst wil ik kijken of Valkje in de... In het weiland staat. Dan kunnen we hem omwisselen. Nee, hij staat niet op het weiland. Waar is hij? Nou. Waar is hij nou? Oh, helemaal hier zo. Ik ben echt blind. Oké. Ik ga eerst even stalhulp kopen. Een week of zo. Ik neem meestal... Nou, dat vind ik zonde. Ik doe even dat het binnen 30 blijft. Dit. 5 dagen. Oké. Ik vind paarden verzorgen echt zo lang duren. Soms doe ik het wel hoor. Maar soms dan denk ik ook even van... Hé, wacht. Die staldeur blijft openstaan. Handig. Huh? Kijk mijn poppetje rijden. Wat? Huh? Dit vind ik gaaf. Oh my god. Kijk mijn poppetje. Dit vind ik zo gaaf. Oh, nou. Nu is het niet meer. Oké, jammer. Ik vond het wel leuk. Wat is dit?
Ik heb dat echt zo vaak. Ja, oké, hij is weg. Oké, paarden, ik ga jullie even in de stal zetten. Kan ik niet op klikken? Ja. Opstellen, paarden, ja. Oké, even kijken of dat poppetje dat nog een keer gaat doen. Want ik vond het wel leuk. Doe maar nog een keer, poppetje. Ga maar nog een keer doen. Doe maar nog een keer. Dat vind ik namelijk wel heel erg leuk. Wie denkt het poppetje van ja, dag? Ga ik echt niet doen hoor. Oké, doei. Hiha. Nou, helemaal mooi. Eigenlijk vind ik dat Star Stable ook een soort western iets moet uitvinden. En als je dat op een knopje drukt, dan schakelt je poppetje helemaal om van dressuur naar western. Dan gaat hij helemaal western rijden. En mooi en blablabla. Dat. Valkje lijkt heel erg op Spirit. Naar Fort Pinta. Ik heb ook echt geen idee waar Spirit nu is. Hij kan overal zijn, dus het wordt nogal moeilijk om hem te vinden. Maar ik wil eerst het winkeltje gaan bezoeken. En er waren ook missies met Marley volgens mij. En naar Fort Pinta trailer duurt altijd echt lang. Dat was zo irritant. Oh ja. En de laatste deel van dat nieuwe Darkcore quest. Dat was echt eventjes een dompertje. Sorry. Ik weet echt niet hoe, maar ik was die precies die beelden kwijt van het vliegende stukje. Echt. Vind ik echt niet leuk. Dat spijt me echt heel erg daarvoor, echt. Bleh. Oh, nou, je kan die appel alleen maar kopen als je bewonderd bent bij Spirit. En je had ook kleren, had ik gezien. Kleren, hehe. Oh, je moet je ook bewonderd zijn bij Spirit. Wat is dit nou weer voor onzin? Ik moet deze hebben. Ik moet die gewoon hebben. Ga ik hem gewoon kopen? Want ja, dit is gewoon cool, weet je. Ik ga hem gewoon kopen. YOLO. Nu heb ik ook niet meer genoeg geld voor die appel. Maar ik ga echt niet voor zaterdag bewonderd zijn. Dat gaat mij gewoon niet lukken. Dus dat weet ik nu al. Echt, ik moet deze kleren hebben. Weet je, dit is zo mooi. Ik weet niet of jullie het mooi vinden, maar ik wel. Is dit dan Spirit teugels? Dit hoofdstel kan hier dan waarschijnlijk wel in. Maar ja, ik ben helemaal blij. Met mijn zo hele prachtige mooie Spirit. Paard lijkt ook wel een beetje op Spirit. Oh, eigenlijk had ik mijn western hoofdstel moeten pakken. Ja, weet je wat? Ik ga gewoon even mijn western hoofdstel pakken. Vind ik leuk. Ga ik gewoon doen. En daarna gaan we de missies doen die daarbij voor Pinta stonden. En daarna kunnen we de lange zoektocht van Spirit gaan beginnen. Oh, dit wordt echt sowieso mijn lievelings t-shirt. Ik vind Spirit gewoon leuk, weet je? Ik weet niet, vinden jullie het ook leuk, zo leuk deze update? Waarom klik ik hierop? Ik vind Spirit leuk. Maar de, ja, ik weet niet. Die film die van Spirit Riding, Riding Free lijkt me ook best wel leuk. Die zou ik echt wel willen zien. Ja, ik ga gewoon dit hoofdstel doen en deze dump ik in mijn rugzak. Nee. En dit paard had ik ook Wild Spirit genoemd. Omdat ik best wel vond dat hij op Spirit leek. Oké, poppetje. Doe nu maar eventjes een mooie pose. Misschien als ik afstap en opstap. Dat was de vorige keer wel. Wow, zag je dat? Oké, dank je poppetje. Doe maar nu even. Doodstilte. Dan niet. Blap, 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 blap. Altijd zo grappig. Als er iets nieuws uitkomt, dan is dat helemaal blablabla. Dan gaat iedereen dat doen. En dan over een paar dagen is het alweer, na een paar dagen, misschien een weekje of zo, is het alweer minder. Bijvoorbeeld met die stallen. Ik weet nog wel dat het echt zo verschrikkelijk druk was. En zoveel mensen gingen in hun homestable. Toen ging het spel gewoon, ja, hij crashed of zo, weet ik het. Hij ging netwerkfouten krijgen. En nu is het gewoon heel normaal.
die stal en ja. Dat vind ik wel grappig. Oké, laten we die missies gaan doen. Ik weet niet of het missies zijn. Een wilde Mustang. Zullen we eerst even de spirit inspecteren doen en informatie over hem zoeken? Dan weten we iets meer over hem. Wil je meer te weten komen over spirit? Ja. Wow, hij staat er opeens. Ah. Hoe koop ik spirit? Ja, dat weet ik al. Je kunt geen uitrusting bij spirit omdoen, ook geen hoefijzers. Hoe koop ik spirit? Ja, met een appel geven, dat weet ik. Informatie over spirits. Oh, oké. Okay. Nou, ik vind het echt wel cool hoor. Kijk, ik ga jullie nog een keer laten zien. Spirit inspect. Dit is spirit en hij lijkt best wel echt. Vind ik. Ik vind hem eigenlijk heel erg cool. Ja. Perfect, helemaal mooi. Maar oké, okay, ik wil spirit zoeken. Ik wil hem in het echt zien. Ik kan niet meer op haar klikken. Tori, ja. Hoi, heb je het gehoord? Het gerucht gaat dat Spirit hier op Jorvik is. Mijn beste vriendin Sally en ik zijn helemaal hierheen gekomen om hem te ontmoeten. We zijn al van kinds af aan super fan van hem. Weet je niet wie Spirit is? Natuurlijk weet ik dat wel. Spirit is geweldig. Hij is een wilde Mustang die altijd klaar staat voor iedereen in zijn omgeving. Hij is hier vast om de mensen en dieren van Jorvik te helpen. Probeer hem maar te vinden, dan kun je hem ontmoeten en leren kennen. Als je van paarden houdt. Als je van paarden houdt, dan is Spirit echt een paard dat je moet leren kennen. Oh, ja, we gaan nog een keer met haar praten. Ik weet niet waar hij nu is, maar ik heb gehoord dat hij steeds op andere plekken op het eiland is. Misschien heb je geluk en vind je hem wel. Ja, misschien. Is het echt waar? Nu Spirit je lijkt te vertrouwen, zal hij je waarschijnlijk vaker om hulp vragen. Ik heb hem nog niet eens gezien en hij vertrouwt me al, oké? Je moet dan ook echt doen wat hij je vraagt. Wie weet worden jullie dan wel vrienden. Oké, okay, was dat het? Oké. Okay. Hoe kan je ooit weten waar Spirit is? Oké, okay, ik ga hem zoeken. Als ik hem heb gevonden, kom ik terug. Want anders dan wordt het denk ik echt heel lang video. Ja, ik weet niet hoe lang ik aan het zoeken ben. Misschien een uur of zo, weet ik het. Nou ja, oké. Okay. Tot zo. Ja! Ik had even in de chat gekeken. Ik zou nu in de buurt moeten komen. En toen zeiden ze dat hij ergens in Fig Grove was. Toen ging ik een paar mensen volgen. En hij staat hier ergens. Maar waar? Waar is die? Elke keer als er blaadjes komen, kom ik dus waarschijnlijk dichterbij of zo, weet ik het. Waar is dat beest? Irritant. Waar is die? Daar! Oh my god! Hallo. Ja, Bries. Spirit houdt zijn hoofd schuin en briest. Kijk, volkje Spirit. Oh, kijk zijn hoofd van Spirit. Kijk hoe schattig. Het lijkt erop alsof hij iets wil vertellen. Kijk hoe schattig. Het lijkt erop dat deze kip is verdwaald. Ik vraag me af of Spirit wil dat ik de kip help de weg naar huis te vinden. Oh my god, Spirit is zo schattig. Oh, vind de weggelopen kip. Oké. Okay. Spirit, dat komt voor haar. Ja. Ik ben daar helemaal doorgedraaid nu. Help de kip de weg naar huis te vinden. Toppie, ga ik doen. Oké. Okay. Kijk even hoe schattig dit is. Heel even kijken hoor. Even. Zo. Ja, nou, kom hier. Paard, ik zou luisteren. Kijk eventjes hoe mooi. Spirit, doe je hoofd omhoog. Kijk mijn mooie fancy spirit trui. Helemaal mooi. Oké, we gaan die kip zoeken. Ik weet waar die kip is. Spirit, blijf daar staan. Als je nu weggaat, dan ben ik echt boos. Waarom krijg ik soms blaadjes als ik ren? Oké. Kippetje, tok, tok, tok. Ik ga je zoeken. Daar zo. Oh, was het moeilijk. Kippetje. Oh. Oh, ik moet er volgen. Oké. Okay. Hallo, kip. Je bent echt een kip, hè?
Nee, paard. Paard. Luister, paard. Waar is de kip daar? Kip. Kipje, tok. Kijk maar rennen dan. Dat is pas die kip. Kip, waar ga je helemaal heen? Waarom kan ik er niet gewoon op mijn zadel zetten of zo? Of op achter... Waar ga je helemaal heen? Of helemaal achterop. Dan gaat ze... Ja, dat is wat sneller. Hallo. Waar ben je nou? Oh, wacht daar. Hier zo. Oh. Kip, je bent echt... Oh. Ga hier overheen. Jump. Ja, de kip is thuis. De kip is thuis. Waar ga je heen? Hier is je huis. Huh. Goed gedaan, de kip is weer te huis. Proficiat. De kip begint vol overgave in de grond te pikken op zoek naar eten. Ze ziet er blij uit dat ze weer thuis is. Spirit zal je dankbaar zijn voor je hulp. Goed gedaan. Je bent betere vrienden geworden met Spirit. De volgende keer dat Spirit in Jorvik verschijnt, heeft hij waarschijnlijk weer een nieuwe missie. Oké, even kijken of ik hem weer terug kan vinden. Pony, spring gewoon over die hele muur. Wat dan ook. Ga er overheen. Ik zou nu in de buurt moeten komen. Ja, ik weet waar je staat. Tenzij je weggelopen bent. Maar dat is nogal logisch, want je bent een wild paard. Ja, je stond hier. Fijn. Spirit! Ik zei dat je moest wachten. Urgh. Ik ga hem zoeken. Hey, daar. Ik moet even ook kijken of ik al reputatie heb. Ik zou nu in de buurt moeten komen. Spirit, neutraal. Neutraal. Bevriend, geliefd. Wow, hoeveel krijg je per missie? Bewonderd, dat moet ik dan toch wel snel kunnen halen. Kan iemand me vertellen wat die blaadjes inhouden? Want ik snap het niet. Die blaadjes die gaan daarheen. Of zijn die blaadjes gewoon voor de lol? Dat kan ook hoor. Deze IJslander. Oh, zo cute. Ik wil die ook. Ik vind die leuk. Jump. Oei. Ho, ho, ho. Oké, dat kan je pony. Niet doodvallen. Ja, goed zo. Maar ik vind die blaadjes irritant. Vertellen die van je heen moet of zo, weet ik het. Oké. Jump. Waar is Spirit? Waar loopt hij rond? Nou. Spirit. Kom terug. Hier is hij ook niet. Nou zeg. Waar is die nou weer dan? Ik had hem net boom. Hier beneden. Ik weet het zeker. Hij is beneden hier zo. Oké, misschien weet ik het toch niet zo heel zeker. La la la. Nee, hier is hij niet, hè. Nee. En weer terug. Niet tegen de bomen knallen. Wat staat daar? Oh, dat is een boomstronk. Hey, ik heb niks gezegd. Oké, we gaan even terugrennen en we gaan even kijken waar die is. En ja, dat een beetje. Wat is dit? Fort Pinta? Ja, missie bij Fort Pinta of zo, weet ik het. Dat is waarschijnlijk dus die, dat ene meisje of het andere meisje. Maar waar hebben we nu dan? Ik zou nu in de buurt moeten komen. Ja, dat zou je eigenlijk wel, ja. Maar dat doe je alleen niet. Beetje irritant. Maar ja, ik geef niet op. Ik ga blijven zoeken. Wat doe je? Paard, waarom stop je? Beetje irritant.
Nee, hier sta je ook niet. Waarom gaan die blaadjes daarheen? Irritant. Ik ga de blaadjes volgen. Misschien helpt het. Ah, daar zijn de blaadjes. Ah, de blaadjes gaan daarheen. Oké, blaadjes. Waar moet ik heen? Daar. Blaadjes, waar moet ik nu heen? Daar. En waar moet ik nu heen dan? Ah, nou. Volgens mij kloppen die blaadjes niet, hoor. Rechtdoor. Wee. En nou zeg. Gaan de blaadjes daarheen, dan gaan ze weer terug. Oké, ik ga de blaadjes niet meer volgen. Ik ben heel benieuwd wat die blaadjes nou eigenlijk voorstellen. Laten we zo meteen maar even teruggaan naar die twee meisjes of zo. Bij elk paard denk ik dat het Spirit is. Dat is echt heel irritant. Ik zou nu in de buurt moeten komen. Dat zeg je al 20.000 keer. Ik zou nu in de buurt moeten komen. Ja. Waarom doe je dat dan niet? Bleh. Spirit, Valkje mist je. Je was net zo goed bevriend met Valkje. Oké, nee. Ja, ik heb er geen idee. Laten we teruggaan. Want waarschijnlijk hebben we toch geen andere missie. Ja, ik wil hem gewoon vinden, oké? Dat vind ik niet leuk. Maar ik vind hem maar niet echt. 1, 2, 3. Oké, we rijden nog één rondje, dan gaan we terug. Ik zou nu in de buurt moeten komen. Ja, dat weet ik, maar dat doe je alleen niet. Misschien moet ik gewoon even wachten of zo. Ja, oké, laat maar. Ik ga terug. Zie je nu, Spirit? Nee, dat zou echt heel irritant zijn. Maar ik denk dat we over een uurtje weer moeten proberen. Ja. Het is bijna een uur later. Dus dat komt wel goed uit. We gaan even naar Verpinta. Want ik weet ook niet precies hoe dat werkt. Kom, poppetje, doe nu even die leuke pose. Ik wil nog dat je dat een keer doet. Dan niet. Verpinta. Betalen met Jorvik shilling. Yes. Oh nee, dat is geen nieuwe missie. Nou, dat vind ik niet leuk. Ja, het is echt waar. Hij is er echt. Welke jurk heb ik eigenlijk gekregen? Ik heb een jurk gekregen. Ook in deze hele mooie jurk. Lukjes over speciale gelegenheden. Oké. Okay. Ja, maar ja. Ik ga denk ik even weer weg. En dan kan ik even kijken of ik nog een keer Spirit kan vinden. Maar dan ergens anders. Ja, dus ik ga even kijken of ik het nog een keer kan vinden. En als ik hem vind, tot zo. Dus ja, doei. Tot zo. Ja, daar ben ik weer. En ik zit inmiddels in een groep. Hey, kijk, er zijn de veldjes. In een groep met Daphne en die woud. En ja, ik heb hem niet meer kunnen vinden. Dus ik ga hier de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ja, doe een duimpje omhoog als jullie ook zo fan zijn van Spirit. En ja, tot de volgende keer. Doei!